De gemeente Amersfoort heeft een nieuw maaibeleid, want we willen meer wilde bloemen in de stad. Meer bijen, meer vlinders, meer insecten, meer vogels, meer biodiversiteit. Bij het maaien laten we daarom bewust een deel van de planten staan. Op plekken in de stad waar voldoende ruimte is, maaien we volgens een nieuwe methode, het sinusmaaien. Op dit grasland, op landgoed Schothorst, is ruimte genoeg voor sinusmaaien. Bij het sinusmaaien maaien we niet recht toe, recht aan over het veld, maar in kronkelende lijnen. Bovendien maaien we het veld niet in één keer kaal, maar een paar keer per jaar in delen. Vandaag zet de machine het eerste sinuspad uit. Een kronkelende strook maaien we kort en de rest laten we dan staan. In de nazomer maaien we alles wat binnen het eerste sinuspad valt en in het voorjaar maaien we een nieuw sinuspad uit. Zo blijven er voor dieren altijd planten genoeg staan om zich te voeden, te verschuilen en voort te planten. Tijdens het maaien letten we goed op wat er groeit en bloeit op het veld. Zijn dat bloemen waarvan we graag meer willen zien, dan maaien we daaromheen. Die plant kan dan uitbloeien en zijn zaadjes laten vallen, zodat er weer nieuwe planten uit kunnen groeien. Met sinusmaaien gaan we met 3 verschillende hoogtes begroeiing de winter in. Voor alles wat er in dit veld leeft, en er vliegt, scharrelt en kruipt hier van alles, is dat veel en veel beter. Door gefaseerd te maaien heeft de natuur meer kans om zich goed te ontwikkelen. Anders als andere jaren is dit weiland niet helemaal kaal gemaaid, maar we gaan nu de winter in met 3 verschillende hoogtes gras. Nou, dat is dus altijd beter voor de insecten, de diertjes die hier leven. En dat kan zijn voor de vlinders, sprinkhanen en uiteindelijk voor de hele biodiversiteit.